Goedendag lieve mensen, welkom terug op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Voor de mensen die nieuw zijn, welkom. Ja, lieve mensen, we gaan zo meteen beginnen met een nieuwe reading voor de teken van de tweeling in de liefde. Maar allereerst wil ik natuurlijk weer iedereen bedanken. Ja, die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd op mijn kanaal. Ik ben jullie heel erg dankbaar en uit die dankbaarheid wil ik natuurlijk iets terugdoen. Dus ik ben al eventjes bezig met een actie om bij 888 abonnees een aantal readings te verloten. En je maakt kans op dit prachtige pocket edition van de Wisdom van het Orakel. Wat ik al zei, het is de pocket edition. De pdf bestand staat achterop, die kun je scannen en dan krijg je die in je mailbox. Verder is het een heel mooi deck omdat je eigenlijk op alle facetten van het leven een antwoord krijgt. Dus liefde, werk of privé. En ja, het is makkelijk in gebruik en dat is wel heel fijn. Dus het is niet heel moeilijk te begrijpen. Het is wel in het Engels, moet ik erbij zeggen. Dus ja, wil je kans maken, abonneer je. Dat is kosteloos. Dus het kost je niets om je te abonneren op mijn kanaal. En laat weten wat je wilt. Of een reading of eventueel het deck. Ga ik beginnen. Wat ook belangrijk is, lieve mensen. Kijk ook altijd je ascendant, je maan en je Venus teken aan. Is heel belangrijk, want soms kan je de liefde gewoon anders reageren dan je gewone teken. De maan is eigenlijk het teken van de liefde of de geborgenheid. Dus dat is wel heel belangrijk om dat te doen. Want ja, soms kan het gewoon net zijn dat je meer in dat element op liefdesgebied reageert. Dus let daarop. Dit kun je kosteloos doen. Het is wel van belang dat je je geboortetijd weet, maar ja, zoek geboortehoroscoop op en je krijgt tal van sites waar je dat kosteloos kunt doen. Mits je natuurlijk wel je geboortetijd weet. Dat is heel belangrijk. In ieder geval, gaan we beginnen. Past het niet, laat het dan los, hè, lieve mensen. En ja, resoneert het, doe dan een natuurlijke duimpje omhoog. We gaan beginnen met dit prachtige kleine pocket edition deck. Vind ik erg leuk, in het roze. Ja, zoals jullie misschien nu onderhand al weten, ik hou van roze en van een beetje glimmende kaarten. En we gaan eens kijken. Even kijken, wat mogen we weten voor het teken van de tweeling. Abundance. Keep a positive mindset. Manifest exactly what you want. Gratitude and bliss. Nou, dat is een heel mooi begin. Wat mag ik nog meer zetten? Voor het teken tweeling op liefdesgebied. Dat zijn er nog veel. Nou, valt mee. Oh, wow. Soulmates. Soul connection, partnership, agreement, soul contract. Super. Het kan zijn dat je dat dus al hebt in je omgeving of dat het er misschien aankomt. Want ik zie hier interested, conversation, more, awaiting, or message, text, call, email. Dus er is iemand die je waarschijnlijk gaat berichten. En het kan dus heel goed zijn dat het je soulmate of twin flame is. Waar je in ieder geval een connectie mee hebt. Kan iemand zijn uit het verleden. Maar het kan ook best zijn dat het dus een nieuw persoon in je leven komt. Ga eens kijken. Ik ga dit deck gebruiken van de Gentle Heart Tarot. Super mooi deck. Wat mag ik weten voor het teken? De Hierofant. Dus iemand die is een van de grote ankra. Stabiel is, weet wat hij wil, geleerd ook kan zijn in die zin. Dus het kan zijn dat jij bezig bent met iets, met een cursus, of dat je iemand gaat ontmoeten die dus erg stabiel is in die zin.
En veel zelfvertrouwen en eigenwaarde heeft. Creatief is en ja, een gelijkwaardige relatie. Dus het kan zijn dat je dus al iemand in je leven hebt waar het gewoon goed mee zit. Of je krijgt dus iemand op je pad die dus dat allemaal in bezit heeft. Die prachtige eigenschappen. Wauw, ja, nou wat ik al zei. The Knight of Cups, super mooi. Ja, liefdesvoorstel. Ja. Of het witte paard ook nog. Hoe mooi is dat? Maar die persoon die jou dit gaat aanbieden, is wat ik hier zie, is gewoon heel stabiel. Is, ja, heeft veel zelfvertrouwen. Dat is ook, is het gewoon een gelijkwaardige relatie. Mocht je diegene ontmoeten. Misschien anders dan je gewend bent. Maar... Wauw. Ja, de Seven of Diamonds is de zeven van munten. Het kan zijn dat je dit gemanifesteerd hebt, of dat je zelf bezig bent met iets in je leven om iets te manifesteren. Dat kan natuurlijk liefde zijn, want het is een liefdesreading, maar het kan ook in financieel gebied zijn. Dat je dus ja, je zaadjes hebt geplant en dat je daar nu eigenlijk de vruchten van plukt, omdat je goed met jezelf bezig bent geweest. En diegene ziet dat, die loopt ook naar je toe. Dat is wel heel grappig, want je ziet, en moet ik even het goed laten zien. Die gaat jou dus die cup aanbieden, omdat jij dus al goed bezig bent met jezelf, aan de slag met jezelf bent geweest. Is wat ik hier zie, wauw. En deze crystals onderop. Het is ook een liefdelijk persoon. De cups is, of de Knight of Cups is altijd iemand die wel betrouwbaar is. En ook gewoon heel gevoelig. Dus je kan met diegene ook echt over je gevoelens praten. Heel mooi, tweeling. Wauw, strength. En de Eight of Swords. Het kan zijn dat je in het verleden misschien een beetje zorg hebt gemaakt. Maar ik zie dat je eigenlijk daar wel uit probeert te komen. Want hij is andersom. En eigenlijk kracht gaat je erbij helpen. En het kan ook zijn dat diegene jou, doordat jij contact met diegene krijgt. Dat je gewoon wat meer energie en kracht krijgt. Om de dingen wat, ja, om wat meer uit je hoofd te komen. Want ik zie dat je dat misschien soms wel hebt. Maar dat is wel heel mooi. Dat diegene... Of in ieder geval die krachtkaart jou daarbij gaat helpen. Positieve mindset probeert te creëren. En ja, alles van een ander perspectief te laten zien. Liefdevol. Super. Ga eens kijken wat ik van de Romance Angels deck mag weten. Wat mogen we, wat voor boodschap mogen we ontvangen? Voor de lieve tweeling. Wauw, heel spoedig, wat ik al zei. Super, super, super. Besluit heel helder wat je wilt, zodat het nu kan gebeuren. Wat ik al zie, met die edelsoort, kom uit je hoofd. Want er is iemand onderweg, of misschien heb je al contact met iemand, maar dat is je soulmate. Dat kan niet anders. Geld en loopbaan, wat ik al zei. Kan zijn, wat ik al zei, je hebt iets gecreëerd in je leven. Daardoor kan het misschien soms zo zijn geweest dat je gewoon geen liefde in je leven kon ja, hebben... Of dat het misschien diegene was die dus ja, met werk of dergelijke bezig was. Maar in ieder geval is geld of in ieder geval je baan ook heel belangrijk voor jou. Het kan dat een reden zijn geweest waardoor jij gewoon eventjes geen liefde op dit moment had. Familie, aangelegenheden, helen. Je liefdesleven zal er wel bij varen als je je ouders vergeeft. Zal dat natuurlijk niet voor iedereen gelden, maar het kan zijn dat je in het verleden misschien conflict of dat er iets speelde in familiebanden. Waardoor je gewoon het, ja, ook soms lastig vindt en misschien dat je daarom soms in je hoofd zit. Van hoe komt het nu? En dat hoeft niet, lieve tweeling.
Ja, laat je ex los. En blijf weer optimistisch over je liefdesleven. De tijd is gekomen om je energie op te schonen. Dus het kan zijn dat je misschien daarom ook nog in je hoofd zit. Dus dat er eigenlijk best wel veel speelt bij jou in de omgeving. Of in jouw hoofd, wat ik hier zie. Kan of met familie, of dat er gewoon iemand is nog in waar jij gewoon constant aan denkt. Maar spirit zegt eigenlijk, dat hoeft niet. Het kan zijn dat je dus al in een relatie zit en dat het gewoon goed is, maar dat er nog steeds een ex in je hoofd zit. Of het kan zijn dat je diegene gewoon los moet laten, omdat er gewoon iemand veel beters op je pad komt, lieve tweeling. Wat mag ik even? Woeps, dat zijn er heel veel. Forgiveness zag ik hier. Obsession. Ja, het kan zijn dat je gewoon toch nog met je ex in je hoofd zit. Maar ja, spirit zegt laat het los. Want er is nog... Ja, er is, je hoeft niet alleen van één iemand te houden. Er is nog iemand... Die misschien nog wel veel beter bij je past. Maar dan moet je het wel toelaten. En ook... ja. Dingen van het verleden loslaten. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Now that you deserve to be and have all that your heart truly desires. A sexual union, honor the place in the one and another where you are one eternal soul. For there you will find your true bliss. Okay, wow. Dus het kan zijn dat jij dus een ontmoeting gaat krijgen waar gewoon de vlammen ervan afspatten, om het zo maar te zeggen. Dat het gewoon je soulmate is en dat je... Ja, het kan een ex zijn, maar hier staat wel laat je ex los. Maar het kan ook betekenen dat je er niet zo hard aan moet trekken om dat allemaal te willen. Om het zo snel mogelijk eigenlijk, ja, moet ik het zeggen? Dat je eigenlijk geduld moet hebben. En dat het er waarschijnlijk wel aankomt, maar dat het de divine timing eigenlijk het in handen heeft. Dus dat is wat ik heb. Of het kan zijn dat je gewoon je ex gewoon echt moet loslaten. En dat er gewoon iemand in je leven komt die gewoon echt gewoon je soulmate is. Dat is wat ik hier heb voor jullie. Mocht het resoneren, doe het duimpje omhoog. Laat het me weten. En ja, dan hoop ik jullie natuurlijk snel weer te zien in een van mijn andere video's. Doeg!